Welkom bij deze video over radioactiviteit. Ik ga het in deze video hebben over de volgende onderwerpen. Allereerst leer ik hoe je moet omrekenen van joule naar elektronvolt. Ik leg uit wat de begrippen stralingsdosis en dosis-equivalent betekenen. Ik ga deze begrippen toelichten aan de hand van een rekenvoorbeeld. Ik leg uit hoe mutaties in lichaamcellen kunnen plaatsvinden. En ik eindig deze video met een uitleg over het verschil tussen bestraling en besmetting. Waarom zou je verbranden als je te lang in de zon zit? Nou, dat heeft alles te maken met de UV-straling van de zon. UV-straling bestaat namelijk uit fotonen en die fotonen hebben een relatief hoge frequentie. Als ze een hele hoge frequentie hebben, dan hebben ze relatief veel energie. En als een foton dan botst met een atoom uit je lichaam, dan kan dat atoom een elektron verliezen. Je spreekt dan ook niet meer van een atoom, maar het is een ion, want het is niet meer elektrisch neutraal. Dit proces heet ionisatie en ionisaties kan in lichaamcellen ertoe leiden dat bijvoorbeeld huidkanker ontstaat. Er zijn drie verschillende soorten UV-straling. UVA-straling heeft de laagste energie, laagste frequentie en is dus het minst gevaarlijk voor ons. UVB-straling stimuleert de aanmaak van vitamine D in ons lichaam. En UVC-straling heeft de hoogste energie, grootste frequentie en is dus het meest schadelijk voor het lichaam. Maar als je het hebt over energie van straling, dan werk je vaak niet met joule. Want joule levert in dat geval hele kleine onhandige getallen op. In plaats daarvan werk je met elektronvolt, EV. En geldt dat 1 elektronvolt is hetzelfde als 1,602 keer 10 tot de macht min 19 joule. Of een mega elektronvolt is hetzelfde als 1,602 keer 10 tot de macht min 13 joule. Hoe schadelijk is dan ioniserende straling? Nou, dat hangt af van een aantal factoren, waaronder het soort straling, de energie van die straling en de intensiteit van die straling. Voor mensen en dieren geldt bovendien dat ook het deel van het lichaam dat wordt bestraald erg afhankelijk is van hoe schadelijk die straling nu is. Om de gevolgen van ioniserende straling goed te kunnen beschrijven, zijn er twee begrippen geïntroduceerd: stralingsdosis en dosis-equivalent. Allereerst, stralingsdosis geeft aan hoeveel energie een kilogram absorbeert. De vraag die ik hierbij kan stellen is: bedenk nou eens een formule waarmee je stralingsdosis kunt berekenen. Als je die eerste zin net wat anders leest, dan staat er de hoeveelheid stralingsenergie per kilogram. En dat levert de volgende formule op: D is E-straling gedeeld door massa. De eenheid van stralingsdosis is gray en hieruit volgt direct dat een gray hetzelfde is als een joule per kilogram. Als je stralingsdosis hebt berekend, dan heb je nergens rekening gehouden met het soort straling waarmee je te maken hebt. Dat moet je eigenlijk wel doen, want de ene soort straling is de andere niet. De ene soort straling is namelijk veel schadelijker dan de andere soort straling. Nou, we hebben een oplossing en dat is dat je dan rekent met het dosis-equivalent. En dat gaat als volgt. Het dosis-equivalent is namelijk gelijk aan de stralingsdosis vermenigvuldigd met een weegfactor. Die weegfactor hangt af van het soort straling. Voor alfa-straling geldt dat die weegfactor gelijk is aan 20, maar voor beta- en voor gamma-straling is die weegfactor gelijk aan 1. En nu volgt dus de formule H is WR, die weegfactor, keer D. H is het dosis-equivalent en de eenheid daarvan is SV en dat staat voor sievert. WR is de weegfactor en die heeft geen eenheid. En stralingsdosis wordt uitgedrukt in gray. Hoe blijkt nu dat D en H dezelfde eenheid hebben? Nou, dat komt vanwege die weegfactor, want die heeft geen eenheid. En dat betekent dus dat alles wat voor het is-teken staat, dezelfde eenheid moet hebben als alles wat achter het is-teken staat. Dus een sievert is hetzelfde als een gray. Opmerking uit die tabel: blijkt dat alfa-straling bij dezelfde stralingsdosis 20 keer zo schadelijk is als je het vergelijkt met bijvoorbeeld beta-straling. Daarvoor is die weegfactor dus van belang. Een voorbeeldvraag. Een tijger vindt tijdens de jacht een brok uranium-238. Nou, dat is je eerste belangrijke gegeven, dus dat markeer ik. Hij neemt het in zijn bek mee naar zijn hol en tijdens deze tocht van 30 minuten straalt het brok met een activiteit van 40 becquerel. Zijn tong en gehemelte hebben een gezamenlijke massa van 80 gram en zij ontvangen deze straling. De vraag is, bereken het ontvangen dosis-equivalent. Hoe ga je nou aan de slag? Kijk eens in je binas bij uranium-238. Dan zie je erachter staan dat het alfa-deeltjes uitzendt en dat de energie van zo'n alfa-deeltje 4,18 mega-elektronvolt is. Nou, laten we dit maar meteen omrekenen naar joule. 1 mega-elektronvolt is 1,602 keer 10 tot de macht min 13 joule, dus 4,18 mega-elektronvolt is 6,696 keer 10 tot de macht min 13 joule. En dat is dus de energie die 1 alfa-deeltje met zich meedraagt. Maar je hebt niet 1 alfa deeltje. De activiteit is namelijk 40 becquerel. Er worden dus 40 deeltjes per seconde uitgezonden.
Het aantal deeltjes in 30 minuten is dus 40 keer 30 keer 60 is 72.000 deeltjes. En al die deeltjes hebben dezelfde energie, namelijk 6,696 keer 10 tot de macht min 13 joule. Dus hoeveel energie wordt er in totaal door het gehemelte en door de tong van de tijger ontvangen? Dat is 72.000 keer de energie van 1 alfa deeltje. En dat levert je 4,82 keer 10 tot de macht min 8 joule op. En nu ben je er bijna. Je kunt de formule voor het dosis-equivalent gebruiken. En als je goed hebt opgelet, dan weet je dat de wegenfactor voor alfa-straling gelijk is aan 20. Nou, de stralingsenergie wist je ook al. En let op, massa, vul dat in kilogram. En als je dit uitwerkt, dan komt eruit dat het dosis-equivalent gelijk is aan 1,2 keer 10 tot de macht min 5 sievert. Ioniserende straling maakt elektronen los uit atomen. Dat zag je eerder ook toen we het hadden over de zon. In cellen van levend weefsel kan dit leiden tot beschadigingen. En bovendien ontstaan er dan zeer chemisch actieve ionen. Daardoor kunnen er nieuwe verbindingen ontstaan. En soms zal daardoor een beschadigde cel zich gaan reproduceren. Er vinden dus mutaties plaats. Nou, op bepaalde plekken in je lichaam kunnen die mutaties hele schadelijke gevolgen hebben voor je lichaam. En om de effecten van grote hoeveelheden aan straling te zien of te vinden, kijk dan eens in tabel 27 van je BINAS. Tot slot, we spreken van bestraling als de stralingsbron zich op enige afstand van een lichaam bevindt. En we bespreken van besmetting als de bron van de straling zich in het lichaam of op de huid van het lichaam bevindt. Nou, je ziet dat ik in deze video best wel wat nieuwe begrippen heb geïntroduceerd en de berekeningen zijn ook nog niet al te makkelijk. En de enige manier waarop je alles goed onder de knie kunt krijgen is door te oefenen. Veel succes!